gaan naar de haven van Kisumu in Kenia. Hier meren enorme schepen aan, volgeladen met containers. Om die aan land te krijgen heb je grote kranen nodig en forse vrachtwagens. Het is hier echt een mannenwereld, zou je zeggen. Maar onze correspondent Karen vond het verhaal van Claudia, een power girl die hier de containers op de juiste plek zet. Haar enige zorg vandaag is, hoe hou je het een beetje koel in dit glazen hok in de volle zon? So it's hot, very hot here. So here I'm going to start. This is called trolling forwarder, so that I can pick the container which is down here. Veel tijd voor een diepte-interview heeft Claudia niet. Het is nogal hectisch werk op zo'n kraan. Er mag niets misgaan. It's not easy, you know, working on that position, you know, bending your back through a day for 8 hours. So, but it's so interesting to work with this big machine. One bottom. That's sawa, that's sawa. Haya, kwa hivyo mimi niendea namba ngapi? Naelekea kule engineering. Je hoort vaak dat vrouwen erg goed zijn in multitasken. Als je naar Claudia kijkt, geloof je dat meteen. You need a total concentration because this machine has so many programs and which you need to coordinate. Like eyes coordination, so your mind should be very fresh, not taking up anything from home. And this applies to all of us, all the operators, not just them, the women. Waar wij in Nederland al jaren praten over een vrouwenquotum, hebben ze iets dergelijks in Kenia al lang ingevoerd. Elke overheidsdienst moet een minimum aantal vrouwen in dienst hebben. By the way, in all fields, in ports, we have a woman. In all fields. Even right away when you go around 25 for the mechanical, the engineering, we all have ladies working. So here it's so beautiful. How are you? I'm fine. How is it? Fine. How many containers have you moved? Five. Yes. How many will you move today? 15. 15? Yes. Wow, is it hard? Yes. Is it tough? De Keniaanse havenvrouwen staan hun mannetje. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook staat te juichen. Claudia's directe baas ziet al die verandering met ledenogen aan. There's a difference. A woman is a woman. And a man is a man. What is the difference? Which is what? Speed. That's the matter with. So the women are slower? Yeah. They will be slow. So does that affect the shift ambao unawapatia? Okay, there are certain machines ambazo hatuwapati. Wanawake kwa ganchi tuko kama wanawake saba hivi, and some are being trained also, so we'll be like, just in a year to come, we'll be like 15 or so. And how many men? Oh, men, as there are many, just many, there are so many. Come on, Dad. Come on, love, there's 700. 700 men? Yeah. That is for gantry only. Wow.